Beeldend kunstenares Gea Koevoets werkt in Floris Verster ateliers in de Leeuwardenwijk Huizen West. Het landschap is het voornaamste thema in haar werk. Vaak legt ze het vast op brede panoramische doeken van fors formaat. Twee schilderijen van Gea zijn te zien in de speelfilm Bloed, Zweet en Tranen. De film gaat over het leven van André Hazes en zal in maart 2015 in première gaan. Schilderijen dus. En wat voor soort schilderij? Ben je abstract? Ben je figuratief? Abstract is het niet. Het is geabstraheerd, denk ik. Het is geabstraheerd. En wat houdt dat in, geabstraheerd? Geabstraheerd is dat je dus, als je figuratieve schilderijen maakt, realistisch, dan schilder je naar de werkelijkheid. Een abstract schilderij, dat is eigenlijk ver weg van de werkelijkheid. Dus het zit er tussenin. Het is geabstraheerd. Ja, dus het is niet heel realistisch, maar het is ook niet heel... Het zit er tussenin eigenlijk. We staan nu voor jouw werk waar je op dit moment mee bezig bent. Vertel hier eens wat over. Nou ja, dit is een landschap en landschappen zijn wel een beetje schilderijen die ik maak, beeld wat ik maak. Ik vind landschappen gewoon heel mooi. Omdat ik daar mezelf in kwijt ook kan. Kleuren. Je ziet het al, hij is nog helemaal nat. Ik zit er net aan. Landschappen, dat vind ik gewoon prachtig om te schilderen. En welk materiaal heb je hiervoor gebruikt? Want ik had begrepen dat je hebt wel heel bijzonder materiaal gebruikt. Ja, dit is een stuk dakleer. Die heb ik erop gebrand. En daar ben ik met een brander in gegaan. Dus dat kun je hier eigenlijk ook nog wel zien. En dan gaat het helemaal smelten en druipen. En toen ben ik met olieverf daar overheen gegaan. En uiteindelijk moet het... dat landschap worden waar ik blij van word. Ja. Het is namelijk zo dat heel veel kunstenaars... die hebben van tevoren een bepaalde ingeving van wat ze zullen gaan maken. Maar bij jou werkt het anders. Jij begint gewoon. Ja, ik begin. Ik heb geen voorbeeld. Ik ben ook niet het landschap ingegaan. Ik schilder, dat doe ik al jaren, mijn eigen landschappen... waar ik mij prettig in voel, zonder obstakels. Het moet wijd zijn, het moet stil zijn, het moet leeg zijn, het moet oer zijn... En de ene keer is het heel sober en de andere keer is het weer wat kleuriger. Soms zit het veel materie in, vind ik erg mooi. Het kan soms ook heel schraal zijn. Ja, dat is maar net hoe mijn gevoel is op dat ogenblik. Het is ook zo dat jij bent begonnen met schilderen Indianen, want daar heb je toch een bepaalde passie mee. Ja, ooit toen ik begon met schilderen was ik bij... schilderlessen. En toen ben ik met portretten begonnen. Nou, en dat werden dus Indianen. En waarom? Omdat ik gewoon Indianen, de verhalen erover, de mythes, de leefwijzes van ze, dat is helemaal ook mijn. Ik zou zo ook wel een Indiaan kunnen zijn, dat denk ik natuurlijk niet. Maar vind het mooi volk, dus ik mooie karakteristieke koppen en. Dus daar ben ik ooit mee begonnen, met indianenkoppen. Ja. Welk materiaal voor om te schilderen gebruik je het liefst? Olieverf. Ja, olieverf en ook soms wel gemengde techniek, acryl erbij. Of gewoon materiaal er doorheen, lood. Nou, dat heb ik nu met dat dak weer gedaan. Ik vind het vooral leuk om te experimenteren. Maar olieverf is eigenlijk wel het belangrijkste medium daarin. Ja. En alle technieken die er bestaan, bijvoorbeeld om te schilderen, heb je die jezelf aangeleerd of heb je daar een opleiding voor moeten volgen? Ik heb geen opleiding gehad. Ik heb verschillende workshops gevolgd bij, hier in Leeuwarden wel bekend, Doet Boersma, Anne Verdema en René Verbrugge. En uiteindelijk ben ik gewoon mijn eigen gang gegaan en heb het mezelf aangeleerd, ja. De schilderijen die je maakt, die worden geëxposeerd. Noem eens een paar plaatsen waar die schilderijen voor jou te bekijken zijn. Lauswold, Galerie Lauswold in Beetse Zwaag van Nanne Verbeek. Dat is eigenlijk wel mijn vaste galerie.
En eind dit jaar zullen twee van deze werken naar Emden gaan. Exposeer je eigenlijk overal en nergens. Ik heb in Vlaanderen meegedaan aan grote kunstmanifestaties. En soms dan doe je weer eens mee met een groepsexpositie. Ik ben ook bij de kunstenaarsvereniging FRIA al jaren aangesloten. Nou, die organiseren natuurlijk ook wel eens wat exposities. Een keer op Ameland, nou hier, Duitsland. Overal eigenlijk wel. Ja. Bedreigd. Jullie hebben een comité opgezet om dit gebouw te redden. Hoe gaan jullie daarop zitten? Nou, we hebben dus een commissie hier binnen, de Floris Versterre, die hier al 2 jaar eigenlijk voor vechten om het gebouw te behouden. Samen met het wijkpanel hier van deze buurt. En zonder dat wijkpanel was dat niet zo ver gekomen als we nu zijn. We willen hier graag een broedplaats maken van ambacht, cultuur, wijkzaken, hè, noem maar op. Dus dat willen we hier eigenlijk voor maken. En het hangt er nu vanaf of we dat financiële plaatje dus ook rondkrijgen. Hè, zodat we er dus een duurzaam gebouw van kunnen maken. En hoe lang heeft de gemeente jullie tijd gegeven om dit plan te ontwikkelen? Nou ja, dat de ene keer is dat het, volgens mij is het volgend jaar moeten wij echt het financiële plaatje laten zien. Ja, kijken van, krijgen we dat geld bij elkaar om hier dus de boel te verbouwen. En er moet echt wel veel gebeuren. En we hopen dat ons lukt. Dan moeten we afwachten. En wij geloven erin. En we hopen ook dat dit, ik bedoel... Het is zo'n fijne plek en er gebeurt hier zoveel. Het is een mooie ploeg samen. En we doen zo ons best ook om het te behouden. Dus laten we het gewoon hopen. Het moet gewoon. Ik bedoel, 2018, culturele hoofdstad komt eraan. En het zou mooi wezen als dit natuurlijk behouden blijft. Prachtpand. Ontzettend trots, want jouw werk is straks te zien op het witte doek in heel Nederland. Vertel daar eens wat over. Ja, nou, ik ben dus gevraagd door de mensen van de film, bioscoopfilm, die deze maand, of in april, dat weet ik niet meer precies, in de bioscoop losgaat. Het is dus de film over het leven van André Hazes, Bloed, Zweet en Tranen. En daar hebben ze dus 2 werken van mij gehuurd. En die hangen in de film. En dat vind ik toch wel heel erg leuk. Ik bedoel dat... Maar er zijn meer filmen waar jouw werk straks in te bewonderen is. Nou, die lopen al. Dat is een televisieserie, dat is Divorced. Die komt elke zondagavond op televisie. En daar hangen ook iets van 4 werken tijdens die serie in een ruimte van Chantal Jansen. En die hebben ze ook gehuurd en aangekocht zelfs een paar jaar geleden door Wil Koopmans. Dat is de regisseuse, ook van Gooise Vrouwen. En die heeft dus die televisieserie gemaakt en die was natuurlijk weg van mijn werk. En die zei, oké, we willen ze huren en ze heeft ze gekocht voor haarzelf ook nog. Dus, ja. Echt oprecht trots. Trots, ja. Ik wil ook nog wel 1 dingetje zeggen, dat is weer iets anders. We hebben natuurlijk zoveel activiteiten. Samen met Irma Kamp hebben wij in april een expositie in Tresor van 70 cursisten. En dat wordt ook nogal in de kranten en zo bekendgemaakt. Dat wordt een hele mooie expositie van alle cursisten. Dus dat wil ik